dit is rij 12A. En rij 12A, daar lagen eerst andere oorlogsslachtoffers begraven. Het Russisch Ereveld is ontstaan omdat er 101 Sovjet-soldaten in kamp Amersfoort hebben gevangen gezeten. Die zijn alle 101 om het leven gekomen. Voor een groot gedeelte gefusilleerd achter het kamp. En die hebben hier eerst gelegen. Toen kwam vanuit Margraten het verzoek, kunnen jullie nog 691 Sovjet-soldaten opnemen? Dat kon hier niet. Dit is pas gerenoveerd, maar ook hier was het een en al bosje, struikje, boom. Dus er kon niet zomaar 700 man tussen gelegd worden. En toen heeft men gezegd, we willen het wel, maar dan leggen we naast Rusthof een apart Russisch ereveld aan. Dat is gebeurd. Daar zijn die 101 naartoe gegaan. Daar zijn die 691 en anderen bijgekomen. En toen was deze rij vrij. En toen zeiden ze in Margraten, ja, maar we hebben hier ook nog Tsjechoslowaken en Hongaren en Roemenen. En nou, noem maar op. Kunnen die misschien ook bij jullie terecht? Want ja, wij worden een puur Amerikaans ereveld. En er zijn al helemaal geen Hongaarse erevelden in Nederland. En uiteindelijk heeft men dus besloten om die andere nationaliteiten, zoals ik het altijd maar even noem, hier te begraven. Maar ook deze jongens zijn door ziekte overleden. En ik wilde heel graag in mijn boek tenminste één Italiaan, omdat het toch zo'n opvallende groep hier is. En uiteindelijk zijn we erin geslaagd om Saporiti, Giovanni om precies te zijn, Giovanni Giuseppe Saporiti, om zijn verhaal gedetailleerd vast te leggen. Aardig detail is dat hij is krijgsgevangen genomen bij een slag die is beschreven in een beroemd boek van Ernest Hemingway. Dat vind ik ook wel mooi hier, dat er staan dus allemaal verschillende teksten. En de mooiste vind ik eigenlijk bij de onbekende, want er staat op Known unto God. Ja. Dus alleen God weet wie er ligt. Dit is Dick Hawks. Voor alle jongens die hier liggen geldt dat ze gevlogen hebben, bemanning waren, Duitsland hebben gebombardeerd. Of daar niet aan toe zijn gekomen omdat ze voor die tijd al uit de lucht waren geschoten. Ook Dick Hawks heeft het niet overleefd. Hij was piloot en is in mei 1943 neergeschoten. Boven Hilversum. Dit verhaaltje gaat ook over dat er, ja, er komt van alles naar beneden dan toe met zo'n vliegtuig. En er is een muntje gevonden. En dat muntje, dat is de het hele leven gekoesterd en is uiteindelijk, net als de horloges van Piotr en Galina, meegegaan in de kist van degene die dat heeft gevonden. Ja. Je ziet zoals daar, die vijf graden, ja. Heel dicht bij elkaar. Heeft dat een reden? Is nou, familie of... ik weet het niet helemaal zeker. Ik moet dat nog een keer checken. Maar ik heb begrepen dat dat betekent dat ze bij elkaar zijn gevonden. En dat ze dus ook niet in één kist te begraven waren. Okay. Ja. Dit zijn Polen. En deze meneer, Jerzy Rujanski, schijn je uit te spreken. Hij was afgekeurd voor de luchtmacht. Want zijn ogen waren niet goed genoeg. Maar hij mocht natuurlijk wel gewoon vliegen. Buiten de luchtmacht. En dat deed hij. En dat deed hij zo goed dat hij Pools kampioen stuntvlieger is geworden voor de oorlog. Dus hij kon er wel wat van. Tijdens de oorlog is hij gevlucht. Is in Frankrijk beland. Vervolgens ingezet in Noord-Afrika. Daar heeft hij actief gevlogen in het leger. En hij is uit de lucht geschoten door een befaamde Duitse piloot. Die ik weet niet hoeveel vliegtuigen heeft vernietigd. Maar hij heeft dat overleefd, die crash. En is uiteindelijk in Engeland beland, waar hij bij de Britten, voor de Britten is gaan vliegen. En uiteindelijk is hij, ja, toch hier in de buurt uit de lucht geschoten. Dit is het graf van Kees Blankenstein. Je zou kunnen zeggen mijn voorganger, want hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar de vliegtuigbemanningen die hier begraven liggen. Er kwam op een gegeven moment een bericht dat er een vliegtuig was gevonden. En Kees is als de sodomieten naar Noord-Holland gereden om die propeller op te halen.
Die heeft jarenlang in zijn tuin gestaan, totdat hij verhuisde naar een flatje in Nieuwland. Daar paste hij niet in. En toen is hij hier geplaatst, maar er is nog een hoop gedoe over geweest. Want nee, de Commonwealth War Graves Commission die wilde daar absoluut niets van weten. En uiteindelijk is er een compromis bereikt. Toen was het nog niet gerenoveerd, dus toen was het nog vol met bosjes hier. Toen stond hij daar op de hoek. Want ja, de Britten kunnen natuurlijk geen bezwaar tegen maken dat hij op het algemene gedeelte staat van de begraafplaats. En dat was uiteindelijk een compromis, als hij maar niet daar komt. En niet veel later, een aantal jaren later, is Kees zelf overleden. Hij was al lange tijd was hij blind, dus hij liep hier rond met zijn hond Bassie, die de graven volgens zijn zeggen blindelings kon vinden. Om een woordspeling te maken. En Kees is uiteindelijk hier begraven naast zijn jongens, met zijn propeller. Deze meneer, J.A. de Jong, oftewel Guus de Jong, die kende ik niet, terwijl hij toch landelijk het nieuws heeft gehaald. En omdat hij zo dicht bij het Russisch Ereveld ligt, was ik er ook al een paar keer voorbij gelopen. En zoals wel meer mensen doen, als je over een begraafplaats loopt, dan kijk je toch wie ligt daar, hoe heet hij en hoe oud is hij geworden. En hier stond luitenant ter zee, geboren in Magelang. Dat vond ik al wel een beetje opvallend. Maar vooral ook overleden in 1917, dus tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog, dus dat roept ook alweer een vraag op. En kennelijk getrouwd met Johanne. Met Johanne Jortsjoe, of hoe je het ook mogen uitspreken. Het is Deens. Nou, ik ben gaan zoeken. Guus de Jong was luitenant ter zee. En tijdens een storm in de buurt van Den Helder sloeg de matroos Bartholomeus Blijen overboord. Guus de Jong, heel bijzonder als officier, dacht niet na en sprong hem achterna. En redde Blijen het leven. De matroos leefde door. En de officier verdronk, want bij die reddingsactie kwam hij zelf om het leven. Zijn weduwe Johanne is in 1974 overleden. Zij is op haar verzoek in haar trouwjurk gecremeerd. En haar as is hier bij haar geliefde Guus vanuit Denemarken bijgeplaatst. Dit zijn hele oude graven die uit de stad zijn overgebracht. En daar ligt onder meer Pieter Harting. Een van onze bekendste natuurwetenschappers. Nou ja, natuurwetenschappers, hij was van alles en nog wat. Hij was echt een duizendpoot. En hij correspondeerde onder meer met de welbekende Darwin. Dus niet zomaar iemand.